Hallo, ik ben Bart Lammens, directeur van Richtpunt Campus Zottegem, de stemdomeinschool in Zuidoost-Vlaanderen. Ik wil jullie meenemen op een tour doorheen de school en jullie laten zien wat kwaliteit voor de toekomst voor ons betekent. Welkom op het infomoment van Richtpunt Campus Zottegem. Je hoort het goed, onze school heeft recentelijk een andere naam. We maken immers deel uit van de provinciale scholen van Oost-Vlaanderen. Professionele medewerkers staan borg voor een brede en persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. We zetten in op innovatie in een eigentijdse infrastructuur. U merkt het al, onze school ligt in een prachtige groene omgeving en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Het station bevindt zich op amper 10 minuutjes wandelafstand. Leerlingen die zich met de fiets verplaatsen, kunnen hun fiets bij het betreden van de school veilig achterlaten in de fietsenbergplaats. Richtpunt Campus Zottegem biedt studierichtingen aan in 3 finaliteiten. Doorstromingsfinaliteit, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit. Leerlingen die een studierichting in de doorstromingsfinaliteit volgen, worden voorbereid op verdere studies in het hoger onderwijs. Leerlingen die afstuderen in een richting met dubbele finaliteit, hebben steeds de mogelijkheid om verder te studeren, maar kunnen eveneens terecht op de arbeidsmarkt. In de arbeidsmarktgerichte finaliteit bereiden we leerlingen voor op de arbeidsmarkt. In de eerste graad bieden we de A- en B-stroom aan. De samenleving van vandaag heeft mensen nodig met een stemprofiel, met een neus voor wiskunde, exacte wetenschappen, ingenieurswetenschappen, techniek en technologie. Daarom is het belangrijk dat jongeren kiezen voor een stemopleiding. Wie kiest voor een stemopleiding, kiest voor een diploma waar veel vraag naar is. De stemprojecten die uitgewerkt worden, sluiten nauw aan bij de leefwereld van de leerlingen. Tijdens de stemdagen vertrekken de leerlingen vanuit een maatschappelijk relevant probleem en wordt een onderzoeksvraag opgesteld. Via experimenten en diverse onderzoeksopdrachten proberen de leerlingen een antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag. Aan de hand van een stappenplan voeren ze een opdracht uit waarbij rekening gehouden wordt met de gestelde criteria en normen. De test- en evaluatiefase dragen bij tot het verder optimaliseren van de stemprojecten. In het eerste jaar A-stemtechnieken wordt de brug gemaakt tussen wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en ICT. Projecten krijgen een praktische invulling, zodat leerlingen leren omgaan met verschillende technologieën. De nadruk ligt hier op het technologisch proces. In 1A stemwetenschappen worden de leerlingen via uitdagende stemprojecten gestimuleerd om probleemoplossend te denken. Door het extra uur wiskunde en ICT hebben de stemprojecten een meer wetenschappelijke invulling. Het leren programmeren, schrijven van eenvoudige apps en tekenen met computerprogramma's krijgen hier een plaats. Naast de stemvakken krijgen onze leerlingen een uitgebreid aanbod aan algemene vakken. Ook talen, levensbeschouwelijke vakken, geschiedenis, aardrijkskunde, muzikale opvoeding, plastische opvoeding, economie en sport komen aan bod. Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning voor Frans, Nederlands of wiskunde volgen op wekelijkse basis een remedieringsuur. Leerlingen die voor deze vakken graag uitgedaagd worden, kiezen voor een verdiepingsuur. Ben je gepassioneerd door wiskunde, ICT, techniek en wetenschappen, dan word je in deze richting stemwetenschappen klaargestoomd om studies in het hoger onderwijs aan te vatten. Dit kan zowel een professionele als een academische bachelor zijn. De academische bachelors volgen nadien een masteropleiding. Een extra uur wiskunde en ICT laat de leerlingen toe om zich verder te verdiepen in tal van wetenschappelijke en theoretische onderwerpen. Heb je echter interesse voor alle facetten van techniek? Bezit je een zekere handigheid? Dan is de richting stemtechnieken beslist iets voor jou.
Leerlingen worden voorbereid om na hun studies te kiezen voor minder sterk wiskundige richtingen in het hoger onderwijs of om te starten op de arbeidsmarkt. Na een eerste jaar A, stemtechnieken of stemwetenschappen, kiezen de leerlingen in het tweede jaar voor een richting bouw- en houttechnieken, mechanica, elektriciteit of industriële wetenschappen. Ben je op zoek naar een klas met net dat tikkeltje meer? Heb je extra hulp nodig voor wiskunde? Of is lezen niet zo je ding? Dan ben je hier aan het juiste adres. In het eerste leerjaar B, of ook wel de oriëntatieklas genoemd, afgekort OK, kunnen leerlingen terecht die niet alle leerstof van de lagere school hebben verworven. Om elke leerling de nodige zorg en begeleiding te kunnen geven, wordt in sommige vakken met co-teaching gewerkt, waarbij twee leerkrachten samen voor de klas staan. Ik geef nu graag het woord aan een van de bezielers van de OK-werking. Hallo en welkom opnieuw in onze OK-klas. Op dit moment is het hier heel stil, dat zijn wij niet gewoon. Normaal gezien is het hier een bedrijvigheid. Elke leerling is op zijn eigen manier aan het werken in de weekplanning. En normaal gezien zijn we hier ook met twee of drie leerkrachten om dat een groot stuk te begeleiden. We hebben een ruimte waar leerlingen volledig in stilte kunnen werken. Die kunnen dan ook afsluiten. Dan zitten we hier vaak in een gemeenschappelijke ruimte waar er in groepjes gewerkt wordt. Of leerlingen die met oortjes in aan het werken zijn. En dan hebben wij achter mij ook nog een ruimte waar leerlingen die klaar zijn met hun hoedjes. Dat die aan de magjes kunnen werken of zelfs heel af en toe eens de krant kunnen lezen of een tijdschrift. Bij ons is er altijd iets te beleven. Het stopt hier eigenlijk nooit. Normaal gezien zou je kunnen komen kijken naar de infoavond om onze levende lijven bezig te zien. Maar nu zal je mij jammer genoeg op mijn woord moeten geloven. Ook in 1OK komt het stemverhaal uitgebreid aan bod. Net zoals bij de stemprojecten in 1A starten de leerlingen vanuit een probleemstelling om tot een oplossing te komen. De stemprojecten krijgen hier voornamelijk een praktische invulling. Met techniek en stem gaat er een nieuwe wereld voor je open. Je zal ontdekken en onderzoeken hoe iets precies werkt. Je mag zelf de handen uit de mouwen steken met aandacht voor de nodige veiligheid en structuur. Je werkt volgens de fasen van het technisch proces. Onderweg ontdek je je talenten en breng je deze in kaart. Ik ben Brecht Soenen, ik ben coördinator van de leerlingenbegeleiding op Richtpunt Campus Zottegem en ik ben verantwoordelijk voor alles wat zorg en ondersteuning van leerlingen aangaat. Als school begeleiden wij onze leerlingen om hen te helpen hun schoolcarrière succesvol te laten afronden en wij spelen daarop in op de noden van al onze leerlingen. Ook van leerlingen die een specifieke problematiek hebben, die een oplossingen op maat nodig hebben daarvoor. In de tweede graad bieden we richtingen aan in de drie finaliteiten. In de doorstromingsfinaliteit hebben we de richting technologische wetenschappen. In de dubbele finaliteit en arbeidsmarktgerichte finaliteit bieden we mechanica, elektriciteit en hout aan. In de doorstroomrichting technologische wetenschappen krijg je een brede algemene vorming en een overwegend theoretische studie van de industriële technologie. Het specifiek gedeelte steunt op een algemene wetenschappelijke basis met focus op wiskunde, fysica en de technologische toepassingen ervan. Er wordt heel wat aandacht besteed aan de stemvaardigheden met toepassingen in technologische realisaties. Heb je interesse in wetenschappen en technologie? Is probleemoplossend denken en engineering je op het lijf geschreven? Wil je later werken in een hoogtechnologische omgeving en ben je van plan om hogere studies te volgen? Dan is technologische wetenschappen een richting die helemaal bij je past. In de arbeidsgerichte finaliteit hout kies je voor een studierichting met veel praktijk.
Na allerlei voorbereidende oefeningen pas je de aangeleerde vaardigheden toe op concrete constructies, zoals meubelen, deuren en ramen en dakconstructies. Houtbewerkers hebben heel veel toekomstmogelijkheden in het beroepsleven. Meubelmaker, schrijnwerker, een baan bij een keukeninstallateur of winkelinrichter zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Kies je voor een opleiding hout in de dubbele finaliteit, dan kies je voor een algemene vorming en maak je kennis met de industriële technologie. Je verkent de wetenschappelijke basis van de technische vakken zoals toegepaste constructieleer en materiaalkunde, maar ook de praktische uitvoering komt aan bod. Je wordt in deze studierichting voorbereid op een job als projectleider, schrijnwerker, meubelmaker, technisch bediende of je kan als zelfstandige aan de slag. Je kan zelfs kiezen om na je opleiding een professionele bacheloropleiding te volgen. De arbeidsgerichte finaliteit elektriciteit laat je kennis maken met de zeer concrete toepassingen van elektriciteit. Je leert alles over elektrisch huishoudelijke installaties, lichtschakelingen en verdeelkasten. Ook het inrichten en herstellen van industriële elektrische installaties komen aan bod. Je kan na deze studierichting elektricien worden, maar ook aan de slag gaan als installatie- en bedradingsmonteur of technicus. Kies je in de dubbele finaliteit voor elektromechanische technieken of elektrotechnieken, dan kies je voor een technisch-wetenschappelijke studierichting. Je geniet een brede algemene vorming en je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie. In de richting elektromechanische technieken oefen je in montage- en demontagetechnieken, onderhouds- en diagnosetechnieken en dit in een elektromechanische context. Deze opleiding bereidt je voor op een technisch uitvoerende job zoals elektromechanicus of zelfstandig onderhoudsmechanicien. Elektrotechnieken is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met interesse in huishoudelijke en industriële toepassingen. Je ontwerpt en realiseert constructies en installaties. Er is veel aandacht voor PLC-sturingen, domotica en industriële aansluitingen. Deze studierichting bereidt je voor op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector, zoals technicus bliksembeveiliging, CAD-tekenaar in een studiebureau of als zelfstandige. Je kan ook kiezen om na één van deze twee opleidingen een professionele bachelor te volgen in het hoger onderwijs. In de arbeidsgerichte finaliteit mechanica kies je voor een studierichting met veel praktijk. Je leert denken in functie van een realisatie en ontwikkelt technisch-operationele vaardigheden. Vanaf de derde graad kun je kiezen tussen carrosserie, een richting die je klaarstoomt om als carrossier aan de slag te kunnen, of de richting werktuigmachines, waar je wordt voorbereid op een job als CNC-operator. In de dubbele finaliteit mechanica leer je onderzoekend en contextgericht inzichten ontwikkelen in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Maar leer je ook denken in functie van het technisch proces. Je gaat aan de slag met onder andere CNC-machines en je leert ontwerpen, tekenen in 3D en werken met verschillende materialen. Je leert machines instellen, bedienen, monteren en demonteren. Deze opleiding bereidt je vooral voor op een job als CNC-operator om aan de slag te kunnen in de metaalverwerkende nijverheid. Je kan ook kiezen voor een professionele bacheloropleiding. Tijdens de middagpauzes kunnen leerlingen een aantal van creatieve en sportieve activiteiten deelnemen.
Ben je geïnteresseerd in meer? Boek dan een bezoek aan onze school. Dit kan iedere vrijdagavond in februari. Inschrijven is mogelijk via onze site of volgende QR-code.